Nee, ik ben ja, heel tevreden eigenlijk. Ja, ja, wel, we wisten dat Runskop hoe heet het, favoriet was. En ik gun het ook absoluut aan Runskop. En ik ben heel blij dat we met Adem de prijs voor de beste vrouwelijke bijrol en prijs voor beste scenario hebben gewonnen. Ja. Ik denk dat we een heel mooie prijs hebben gewonnen, namelijk dat van Scenario. En het is inderdaad waar wat Bart de Pauw zei, dat is het begin van een film, het begin van iets moois. Dus dat vind ik sowieso al een enorme prestatie. En met een film zoals Runskop in de running te staan, ja, dat ik vind daar is wel normaal dat al die dingen naar Runskop, al die prijzen naar Runskop gingen. En, ik bedoel, het is ook een goede film, hè. We gaan er niet. Adem is ook een goede film, maar ik heb niet het gevoel dat we verloren zijn. 2 jaar geleden zijn we hier begonnen in Oostende met de film te draaien. Dat was onze eerste draaidag in Oostende, de strandscènes. Een jaar geleden hebben we hier met Adem het festival geopend. En dus nu met de prijs is eigenlijk een beetje ja, het laatste van de film eigenlijk. De film, maar de film blijft voortleven, hè. Elke film blijft leven op DVD, komt binnenkort ook op televisie, dus blijft een nieuw publiek aanspreken. Films hebben een lang leven, hè. Films overleven ons allemaal, hè. Ik had eigenlijk nog nooit met iemand mee samengeschreven, dus mijn kortfilm schreef ik meestal zelf. Dus dat was wel een uitdaging. Omdat Jean-Claude een Nederlander achtergrond heeft, zelfs smaak soms. Ik bedoel, dat was altijd een beetje aftasten. Anderzijds ken ik weinig mensen die zo gepassioneerd met structuur en ritme omgaan en zo'n ruimer referentiekader ook hebben. Jean-Claude kent echt heel veel films. Ook dingen die hij zelf nooit zou maken, kent hij wel. Dus, en dat is fijn. Dat is heel leuk om te kunnen dingen aftoetsen en uitproberen. Ja, ik vond dat wel. Het is een heel minzaam man. Dat is weinig gegeven. Ik had het echt wel voorspeld. Dus ik denk dat iedereen wel wist dat Runskop de favoriet van de avond was. En dan ben je vooral heel blij om genomineerd te zijn, om erbij te zijn. En je weet dat er een film is die waarschijnlijk de voorkeur van de jury gaat krijgen. Maar ik ben toch blij dat we toch 2 belangrijke prijzen hebben gewonnen.